Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn en welkom bij dit webinar over bedrijfs... Ik hoor mezelf galmen, kan dat? Kan iemand zijn... Kunnen de mensen hun microfoon uitzetten? Ja, dankjewel. Welkom bij dit eerste webinar bedrijfsvoering over de haalbaarheidsaspecten van veenweidemaatregelen. Dit eerste webinar gaat over bedrijfsvoering en betaalbaarheid. Dus het is de eerste in een reeks van 4 webinars... over de haalbaarheidsstudies van het NOBV. Ik gaf het net al even aan, deze sessie wordt opgenomen en zal tezijnentijd de link op de website worden geplaatst. Mocht u daar nou heel veel problemen mee hebben, dan is het verzoek om het webinar vooral na achteraf terug te kijken. En zoals ik al zei, de opnamen worden ook gedeeld op de website, maar ook via een mailtje naar aangemelde. De meeste van jullie ken ik, maar er zijn nog vast heel veel mensen die ik nog niet ken. En mijn naam is Poeymee Sjan. Ik ben werkzaam bij de STOA als programmamanager van het NOBV, het Nationaal Onderzoeksprogramma naar Broeikasgassen in Veenweide. Dat onderzoek richt zich vooral en primair op de broeikasgassenemissie in het Veenweidegebied. Maar daar gaan we het eigenlijk vandaag wat minder over hebben. We hebben binnen het NOBV ook onderzoek gedaan naar, inventarisaties laten uitvoeren naar andere haalbaarheidsaspecten dan broeikasgasemissies. Nou, even wat achtergrond. In het klimaatakkoord is voor de Veenweide een reductie afgesproken van een jaarlijkse reductie afgesproken van 1,0 megaton in 2030. Wij onderzoeken, binnen het NOBV onderzoeken wij welke maatregelen daartoe aan bijdragen. En dat zijn maatregelen als, we noemen ze waterinfiltratiesystemen. Dus dan kunt u denken aan onderwaterdrainage, pompgestuurde drainage. Maar ook zaken als greppelinfiltratie en bevloeiing. We kijken ook naar nattere teelten. En dan kun je denken aan listdodders, maar ook het hoeft niet per se zichtbaar nat te zijn. Dat kunnen ook hele hoge grondwaterstanden zijn. Zoals bijvoorbeeld bij cranberries of miscanthus. We kijken ook naar bodemaanpassingen. En een hele recente ontwikkeling daarin is het toedienen van klei en veen. Dat is waar het NOBV zich op richt. We realiseren ons ook dat de haalbaarheid van maatregelen niet alleen afgemeten wordt aan het effect op broeikasgasemissie. Maar ook andere aspecten als bedrijfsvoering, agrarische bedrijfsvoering, de betaalbaarheid van maatregelen op maatschappelijk niveau, het effect op waterkwantiteit en waterbeheer, het effect op biodiversiteit, bodem en waterkwaliteit. De governance is heel belangrijk en is de kennis die er nodig is om keuzes te maken wel aanwezig en bij iedereen en op de juiste plek. Nou, op die aspecten hebben wij 6 inventarisaties uit laten voeren. Deze inventarisaties richten zich vooral op, nou, wat zijn dan die factoren van haalbaarheid in dit geval voor agrarische bedrijfsvoering en op betaalbaarheid? En wat weten we daar eigenlijk al van? Vaak is de kennis wel voor een deel aanwezig, maar versnipperd. Dus we hebben een zestal bureaus of samenwerking van bureaus gevraagd dat voor ons op te halen. Naast die beschikbare kennis hebben ze ook gekeken van, ja, welke kennis is dan ook nog niet beschikbaar. Dat is dan eigenlijk, dat vult dan meteen ook het geeft dan een overzicht van de kennisleemte. Nou, daarbij hebben we ze ook gevraagd om te prioriteren. Kun je misschien een uitspraak doen over welke kennisleemtes eigenlijk het meest urgent zijn en als eerste beantwoord zouden moeten worden? Welkom. Het vriendelijke verzoek om de microfoon uit te zetten. Dank je. Daarmee hebben we natuurlijk nog niet alle vragen beantwoord die, of alle kennis aan boord of alle vragen beantwoord die nodig zijn om keuzes te maken. Maar het geeft wel een beeld van wat we wel weten, wat we niet weten en welke kennis op korte termijn beschikbaar zou moeten zijn om goede keuzes te kunnen maken. In het kader daarvan is het ook goed om te melden dat er ondertussen binnen het Klimaatakkoord en binnen het Veenweideprogramma ook een pilotprogramma wordt opgestart om juist ook aandacht te geven aan dit soort aspecten. Nou, lange intro, maar dit eerste webinar gaat specifiek op twee van die onderwerpen, namelijk op bedrijfsvoering en betaalbaarheid. En we beginnen met de inventarisatie over de agrarische bedrijfsvoering. We hebben 3 sprekers bereid gevonden en de auteurs van de beide studies bereid gevonden om een presentatie te geven, waarvoor dank. De eerste inventarisatie is de inventarisatie bedrijfsvoering is gemaakt door Floor Speet.
Die is projectleider Water, Klimaat en Landschap bij Arcadis. En Wim Honkoop, en die werkt bij PPP Agroadvies als adviseur management en strategie. Zij gaan als eerst de komende 20 minuten hun bevindingen presenteren. En vervolgens is er uiteraard ruimte voor vragen. En mijn verzoek aan jullie is om de vragen gewoon in de chat te stellen. Maar daarnaast, ik zal een aantal van die vragen ook uit de chat halen. Om te behandelen in dit webinar zelf. Het voordeel van een chat is dat we meteen alles gedocumenteerd hebben. Dus alle vragen die we niet kunnen beantwoorden vandaag, zullen we achteraf schriftelijk beantwoorden. Dan geef ik het woord aan Floor en Wim. Ja, dank. Dan ga ik ook gelijk even mijn scherm delen. Het ziet er anders uit. Ja. Ik ga jullie iets vertellen over hoe de bedrijfstechnische haalbaarheid is van bodemdalingsmaatregelen in het veenweidegebied. Dus eigenlijk vooral een praktische kijk vanuit het agrarisch bedrijf. Hoe is het opgebouwd? Ik ga eerst even in op wat is dat eigenlijk, die bedrijfstechnische haalbaarheid. Want dat is iets waar we eerst, we zelf ook in het onderzoek nogal even mee gestoeid hebben. Vervolgens vertelt Wim iets specifieks over de vernattingsmaatregelen. Vertel ik iets over, Wim ook over de bodemmaatregelen. En vervolgens ga ik even in op de natte teelten. En aan het einde inderdaad ruimte voor vragen. Wat is dan die bedrijfstechnische haalbaarheid? Eigenlijk gaat het om welke veranderingen moet je nu op het agrarisch bedrijf doen om een overstap te maken naar bijvoorbeeld vernatting of bodemmaatregelen of natte teelten. En welke risico's komen daarbij om de hoek kijken? Hoe risicovol is het bijvoorbeeld om over te stappen? En de haalbaarheid is hoger als die risico's lager zijn. En specifiek daarin hebben we ook gekeken naar hoe is dat dan op bedrijfs- of perceelsniveau. Je zou het ook op heel Nederland kunnen kijken. Maar wij hebben echt gekeken naar wat is nu voor die agrariër belangrijk. En welke kansen of problemen ontstaan er wanneer je die maatregelen invoert. Als eerst even kort van welke soort factoren hebben we dan gebruikt. We hebben gekeken naar welke onderdelen komen dan in het zicht. De eerste maatregel die we bekeken hebben is het vernatten. Daar komen deze factoren bij kijken. En dat gaat eigenlijk ten eerste, je gaat het aanleggen. Hoe moet je dat eigenlijk doen? Wat is daarover bekend? Welke effect heeft dat op de grasopbrengst bijvoorbeeld? En ook, hoe makkelijk kan je nog oogsten? Of heeft het bijvoorbeeld effect op welk landoppervlak je kan gebruiken? Zo ook voor bodemmaatregelen hebben we ook gekeken naar, bijvoorbeeld, is het klei beschikbaar? Hoe effectief werkt het? En heb je nog steeds veel grasopbrengst of neemt dat af of juist toe? En als laatste over de natte teelten. Eigenlijk een beetje hetzelfde. Wat moet je doen om het, om het aan te brengen? Om het, de situatie te veranderen naar de natte teelt? Wat heeft het voor effect op opbrengst? En hoe ga je daarmee naar de markt? Hier komen we zo op terug. En dan geef ik hem ook aan Wim. En dan kan hij, als het goed is, weergeven. Anders klik ik door. Ja. Oké, ik heb volgens mij... even de essentie is van waar bedrijfskundige haalbaarheid is van... beeld in, je bent een agrarisch ondernemer en je wil met iets beginnen. Welke vragen komen dan op je af? Dat is eigenlijk een beetje de basis. Even over vernattingsmaatregelen. Er worden allerlei systemen genoemd, maar de kern is natuurlijk dat ze alle drie draaien om vernatten. En daar hebben we eigenlijk drie smaken in. Alleen verhogen van het slootpeil, greppelinfiltratie of waterinfiltratiesystemen. En die dan zowel direct uit de sloot als middels putten en pompen, wat Pumee net al noemde, gedaan kunnen worden. Maar het zijn alle drie vernattingsmaatregelen. Volgende. Hij lijkt het niet te doen. Kan je de volgende doen, Floor? Even de kern wel over dat vernatten en wat we weten. Is dat zeg maar bij pijlen ruwweg min 40, min 50, grondwaterpijlen met name, daar weten we eigenlijk heel veel van.
het is vrij veel over bekend. Er zijn over het algemeen maar beperkt tot nadelige gevolgen. Op gebied van opbrengst en andere zaken, zeg maar. In een droge zomer juist misschien wel een voordeel. Er zijn wel grote verschillen in perceptie en uitvoering per gebied. En dat is heel erg afhankelijk van de huidige structuur en de huidige waterstand. En daar bedoel ik mee, in de westelijke veenweide waar ik rondrij, zeg maar, daar zitten we eigenlijk al op slootpijlen van min 50 met vrij smalle kavels. Ga je naar het Friese, daar is het toch wel even iets anders, zeg maar. Als je vanaf min 90 naar min 50 moet, dan is dat in de perceptie een enorm verschil. Plus dat door de brede percelen, zeg maar, de afwezigheid van sloten, dat het ook gewoon echt lastiger is. Dus er zit wel een verschil, zeg maar. Maar we weten wel dat met min 50 is er goed te boeren, zeg maar. Nou, boven de min 40, dan komen we in de gebieden, zeg maar, daar is echt weinig over bekend. Er zijn al wat, ik ben direct betrokken bij hoogwaterboerderij en er is al wat modellenwerk gedaan. En die zijn eigenlijk ontoereikend, want die geven dingen aan die we in de praktijk niet zien. Dus er zit daar iets wat niet klopt. Er wordt nu aan gewerkt en aan gemeten op de hoogwaterboerderij. En we verwachten best wel groot effect op opbrengst. Dus puur gewas, hoeveel kilogram droge stof. Draagkracht. En draagkracht betekent oogstbaarheid. Want als je het gras kan er wel groeien. Maar als je er niet aan kan komen, zeg maar, omdat het te nat is. Dus de koeien kunnen er niet in of je kunt niet maaien. Dan staat het daar eigenlijk slecht te worden. Wat nu op dit moment eigenlijk bij iedereen gebeurt. Het is te nat om te maaien en de kwaliteit die gaat nu heel hard achteruit de komende week. En we kunnen er gewoon nog niet bij. Maar op een natte situatie zal je verwachten dat het veel vaker gebeurt. En daarmee daalt dus heel sterk de kwaliteit. Dus daar zit heel erg onbekend. Volgende. Even over verhoging slootpeil. Je ziet hier een plaatje rechts van KTC Zegveld. Daar is 40 jaar op hoog en slaag slootpeil. Dit komt uit de ALN hoogtekaart. Nou, je ziet heel mooi die vakken, zeg maar. De blauwe vakken zijn het lage slootpeil waar het in de loop van de tijd, dus puur vanuit de sloot, echt dieper is gezakt. Dus ja, dat is een bekende, een effectieve maatregel. Er is ook veel over bekend. Er is heel veel aan gemeten in die 40 jaar. Er is wel een afname draagkracht, met name bij holle percelen. En die percelen gaan ook steeds holler liggen, doordat ze in het midden harder zakken dan aan de buitenkant. En we hebben wel het maken met een landverlies vanuit sloot. Maar het is een effectieve maatregel. Alleen in het midden van het perceel dus maar beperkt effectief. Dat zie je ook wel als je vooral rechts onderin bijvoorbeeld. Je ziet, zeg maar, dat het daar heel hard is gedaald. Dus je moet nog steeds regelmatig percelen weer rondleggen. Volgende. Nou, dan greppelinfiltratie. Die is eigenlijk vrij nieuw. Een jaar, twee jaar dat je daar regelmatig over hoort. Een beetje voortkomend uit plasdras. Eigenlijk zeg je dan van nou, je stopt niet dingen in de grond. Maar je brengt het er van bovenop. Er is eigenlijk nog heel weinig over bekend. Als ik heel eerlijk ben. Er is nou, op de eerste plekken nog beperkt aan gemeten. Weten eigenlijk nog niet goed wat is nou de effectieve greppelafstand. Om die grondwaterstand, want daar gaat het over. Om die te halen, zeg maar. In modellen is er een afname van productie, maar er zijn nog eigenlijk geen echte metingen. Er wordt misschien wat aan gemeten volgens mij, van wat wij weten, maar nog niet gepubliceerd. Daarnaast heb je wat te maken met extra kosten voor pompen. Vanuit het perspectief van de veehouder wordt de bewerkbaarheid lastiger, want je krijgt te maken met smallere stroken, zeg maar, tussen die greppels. En we hebben ook te maken in de modellen met een afname van draagkracht. En je hebt een stukje landverlies, eventueel slootkant. Je ziet hier een plaatje, zeg maar, van een greppel die vol met water slaat. Nou, je ziet ook vaak dat de kwaliteit eromheen wat afneemt. Dit is overigens op de hoogwaterboerderij. Dit is eigenlijk geen eens greppelinfiltratie, maar de drukdrainage hadden we vrij hoog staan. En dan zie je dat de greppel ook gewoon vol loopt, zeg maar, op een gegeven moment. En het kan ook niet weg naar de sloot, want daar is het pijl ook hoog. Nou goed, er zijn nog wel wat vragen. Volgende. Nou, ik wil heel even, heel kort, wel wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen goed beseffen, en ik denk dat de meesten het hier doen, echt het verschil tussen direct uit de sloot infiltreren en met putten drukdrainage, zeg maar. We weten dat direct uit de sloot dat het effectief is, maar dat het ook vrij beperkt is. En dat het bij hoog pijl ook wel
een vernatting geeft. Dus op het moment dat je zeg maar drains hebt en je gaat naar een heel hoog pijl van 20 centimeter onder maaiveld bijvoorbeeld, dan ben je actief aan het vernatten. Dat is wat we willen vanuit bodemdalingsperspectief, want vernatten is minder bodemdaling. Alleen dat gaat ook flink dan ten koste van opbrengst en draagkracht. Er is ook al best wat aan gemeten. Nou, daarnaast wordt natuurlijk intensief gewerkt ook met putten nu. Dus dan stuur je het grondwater staat onafhankelijk van het slootpeil. Daar is best wel op KTC zeg wat behoorlijk aan gemeten bij een pijl van min 40. En daar zien we dan minder opbrengst, een stukje minder opbrengst. En vooral in het voor- en na-seizoen net iets minder draagkracht, maar eigenlijk heel beperkt. En in de zomer is het zelfs een voordeel, want je brengt veel meer water in het perceel. Bij hogere pijlen, eigenlijk boven de min 40, daar weten we eigenlijk nog niet. Dat wordt nu gedaan op de hoogwaterboerderij, maar we hebben daar nog geen uitkomsten van. Dus daar zit nog een hele grote vraagteken. De verwachting is wel dus dat het veel natter, minder opbrengst, minder kwaliteit wordt. Maar hoeveel, dat weten we nog niet. Volgende. Nou, even over waterinfiltratiesystemen. Dat zijn eigenlijk best wel hele technische systemen, zeg maar. We weten dat het goed werkt bij individuele percelen. En dan heb ik het hier vooral nog over ook wat als je gaat sturen op echt wat hogere grondwaterstanden. Nou, bij grootschalige uitrol komen we al allerlei dingen tegen. Ja, ik noem heel vaak de hoogwaterboerderij omdat ik daar direct bij betrokken ben en best wat ervaring hebben opgebouwd, zeg maar. Ook bij grotere oppervlakten. En dan blijkt dat bijvoorbeeld kleine verschillen tussen maaiveld behoorlijk invloed hebben op de mate waarin je zeg maar het grondwaterstand op het gewenste pijl kan sturen, bijvoorbeeld. Er moet altijd een drainplan gemaakt worden op basis van bodemdoorlaatbaarheid. Dus dat bepaalt mede de drainafstand. En die uiteindelijke kwaliteit van aanleg, in onder andere vlaklegging, ontluchtingen. Nou, NOBV heeft, of STOA heeft er ook net iets samen met Kiwa over gepubliceerd. Dat is wel echt zeer belangrijk voor een optimale werking bij de start. En dan hebben we nog het stuk controle op de werking en het juiste onderhoud. En er is eigenlijk nog niet helemaal scherp, zeg maar, ook niet bij boeren, wat daar nou precies aan moet gebeuren. De onderwaterdrainage die nu meestal aangelegd wordt, is reguliere drainage. Die wordt erin gestopt en nou, dan ligt die er maar vast. En dan zal die best wel wat doen. Alleen in welke mate, dat weten we eigenlijk niet. En wat het onderhoud moet zijn, weten we eigenlijk ook niet. Bijvoorbeeld bij reguliere drainage, zeg maar echt boven water, is er gewoon een soort vuistregel van nou, elke paar jaar moet je hem doorspuiten, zeg maar. Nou, dat soort zaken, dat moet echt helder worden de komende jaren. Eigenlijk in schema's die uitgaan van vaste onderhoudsschema's. En dan krijg je ook meer zicht op de kosten die dat met zich meebrengt. Er zit nog wel een vraag bij aanlegkosten, niet zozeer bij de drains, maar wel bij de hele pompen en eventuele automatisering eromheen. Want daar zijn eigenlijk nog heel weinig standaard systemen voor, vooral bij grotere oppervlakten die dat goed kunnen en die ook nog een beetje geautomatiseerd zijn. Het is nu een enorme taak erbij om dat grondwaterstand zeg maar echt goed te kunnen sturen. Nou, als je dat gaat automatiseren, brengt dat allerlei kosten met zich mee. Hij werd even zwart bij mij. Verder wil je bij een hoog grondwaterpeil eigenlijk ook een hoog slootpeil, ook met drainage, omdat je anders veel gaat lekken, water gaat lekken naar de slootkanten. En we hebben dus een vraagteken bij de mate van daling en productie en draagkracht. Nog een heel groot vraagteken, ook heel vaak genoemde veehouders, zijn die gezondheidseffecten. Dan hebben we het over leverbot, bepaalde vliegjes, zachter worden van de klauwen doordat ze meer in natte omstandigheden lopen. En eigenlijk, een leefbod zit onze grootste zorg wel, want dat is ook heel moeilijk te bestrijden. Er zijn eigenlijk geen middelen voor. En ja, een koe kan er op termijn heel ziek van worden en op termijn ook gewoon dood van gaan. En de laatste is wel bij hoog slootpeil, wat je dus eigenlijk moet doen als je echt hoge grondwaterstand wil, krijg je te maken met landverlies. Dat gaat echt wel oplopen tot 1,5, soms 2 meter per sloot. En slappe slootkanten. Nou, even voor je beeld, 1,5 meter tot 2 meter per sloot, dat is loopt zomaar op naar 2-3%. En dat, als je dat vertaalt van 60.000 euro per hectare, zeg maar, heb je dat zomaar dan over 1800 euro per hectare, zeg maar, die alleen al eigenlijk wat de kosten zijn, omdat je je sloot omhoog zet voor een veehouder. Dat is eigenlijk een waardedaling van de grond. Volgende. Nou, spring ik naar bodemmaatregelen.
deze, er stonden een paar op de lijst waar wij onderzoek naar mochten doen. Of niet onderzoek, uit mochten zoeken van wat is er bekend. Deze is eigenlijk degene waar het meeste over bekend is. Als ik naar een ondernemer, zoals wij er naar keken, Floor en ik, vanuit een ondernemersperspectief, zit een hele grote vraag bij regelgeving en certificering. Dus eigenlijk als boer, hoe kom ik aan die klei? Hoe weet ik zeker dat die schoon is, dat er niks in zit? Dat ik niet straks geen melk meer mag leveren omdat er iets in zit. We kennen allemaal nog vanuit het verleden dioxineschandalen. Dat moet gewoon goed zijn, zeg maar. Als dat niet goed is, hoe niet zeker is, dan wordt het niet wat. Of steken we onze nek in iets, zeg maar, wat potentieel probleem voor de toekomst kan brengen. Dus dat moet echt goed geregeld worden en met goede borging. Oppervlakkig aanbrengen. Ik heb gisteren in een webinar gezeten waar ik de eerste resultaten heb gezien, zeg maar. Dat weten we al wel een beetje. Er zijn verschillende manieren, zeg maar. Maar dat moet nog wel verder uitgewerkt worden, vooral op grote schaal. Nou, er zit een grote vraag bij de beschikbaarheid. En hoe ga je dat effectief logistiek doen als veehouder? We weten ook dat het leidt tot minder oxidatie. Op veldschaal wordt eraan gewerkt om het uit te zoeken. En wat heel belangrijk is, we zien verschillen in effectiviteit van kleisoorten en regio's waar die soorten worden toegepast. Dus eigenlijk de samenhang tussen klei en veen, de type klei en de type veen, bepaalt heel erg de effectiviteit. Dus de labresultaten hebben hele mooie resultaten laten zien. Maar er zijn ook uitschieters, zeg maar, vooral in het Friese, in de meest recente resultaten, die de andere kant op gaan. En we weten eigenlijk nog niet hoe dat komt. Dus daar zit echt nog wel een grote vraag. Dus potentieel heel interessant. En vanuit de veehouders ook, zeg maar. Die vragen ze natuurlijk af, hoe krijg je het er netjes op? Qua voederwaarde en opbrengst zijn er heel weinig zorgen. Dus eigenlijk, klei wordt gezien door agrariërs als een van de beste grondsoorten. Of misschien wel de beste grondsoort. En zelf deel ik die mening ook wel, zeg maar. Om één ding te geven. Veehouders hebben het wel eens over kleikoeien. Die zien er altijd beter uit. Zijn gezonder. Dus er is in het gebied heel weinig weerstand tegen klei, als er maar garantie is dat die klei goed is. Dat is wel even een belangrijke. Volgende. Nou, verzuren. Ja, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Er zijn heel veel vragen over, zeg maar. Die ons werd gekeken naar het bedrijfskundige perspectief. Er is een verband tussen zuurtegraad en afbraak organisch stof. Omdat eigenlijk de activiteit van bonenleven mindert bij een hoge zuurtegraad. Maar dat is niet getest in veldonderzoek. We weten dat wel uit lab. Maar er zijn heel veel vragen. Hoe ga je dat doen? Met welke materialen en producten ga je dan met azijnzuur aan de gang? Het is zeker negatief voor opbrengst en nutriëntenbeschikbaarheid. Er heeft een verhoogde kans op uitspoeling van nutriënten onder zuuromstandigheden. Nitraat, kalium, calcium, fosfaat. En wordt door agrariërs als zeer negatief ervaren. Want je gaat op een gegeven moment, zeg maar, er is een bepaalde range waarbinnen de bodem goed draait, het bodemleven goed draait. En dan ga je heel stevig op ingrijpen met allerlei potentiële neveneffecten richting opbrengst en nutriëntenbeschikbaarheid. En nog weet ik al wat al niet meer richting milieu. Dat weten we ook nog niet. Maar dat het helpt, dat geloof ik wel. Nou, dus ook verzilten, dus zout. Er is een proevenverband aangetoond. Dus dat het inderdaad zou werken tussen zoutgehalte en OS-afbraak. Maar we weten nog niet zeker wat de mate van gewasschade is. Er is een gewasschade, dat weten we wel. Bij opbrengst, van opbrengst, maar ook van wat wel eens vergeten wordt van potentiële herstelkosten. Als je namelijk een droog jaar hebt met een zoute omgeving, dan kan gewoon heel je grasmat doodgaan. En dan moet je dus compleet opnieuw in gaan zaaien om dat te herstellen. Wat voor niveaus van verzilting hebben we het over en hoeveel scheelt dat? Nou, misschien zijn er grasrassen met een hogere tolerantie tegen verzilting. En ik weet niet zo goed er is weinig onderzoek over, wat de neveneffecten zijn bij bredere uitrol op water, bodemkwaliteit en eventueel drinkwatervoorziening. En ook deze wordt door agrariërs als zeer negatief ervaren. Omdat verzilten leidt vaak echt tot een daling, forse daling van de opbrengst. En het voelt heel erg als het paard achter de wagen spannen wordt het ervaren door de veehouders die we hebben besproken, zeg maar. Dus we proberen het zout juist eruit te houden. Nu gaan we het er actief opbrengen. Beetje het gevoel, waar zijn we mee bezig? Dan de laatste, omkeren. Als jullie een blog van Frank Lensing wel eens hebben gelezen, die is in Noorwegen geweest. Daar doen ze dat. Zelfs op hele grote diepte. Dus ze graven klei op van heel diep en stoppen de veen diep weg onderin, eigenlijk onder het grondwater.
En daarmee zeggen ze van nou, we hebben het opgelost. Het kost heel veel geld, maar het is ook in één keer klaar. In de westelijke veenweiden is het sowieso geen optie. Maar er zijn natuurlijk gebieden, in de hoogveengebieden en in ook in de Friese veengebieden, waar dit potentieel, waar je bijvoorbeeld een meter veen hebt, waar het potentieel een maatregel zou kunnen zijn. Maar we weten niet bij welke dikte veenpakket en type ondergrond het interessant is. En voor veehouders vanuit bedrijfskundige perspectief is heel vaak de vraag van, ja, maar wat voor grondsoort komt er dan boven? Hoe lang duurt het voor de bodem zich herstelt, voordat ik dus weer een beetje opbrengst heb? En een nieuwe grondsoort, wat meestal zand is, is vaak potentieel ongunstiger vanuit landbouwperspectief. Dus ook in de wet en regelgeving. Dus je mag minder kunstmest erop brengen. Sommige gebieden in noorden nog niet, maar is de derogatienorm krapper. Nou ja, zo zijn een aantal dingen. En het vraagt naar aanpassing in bedrijfsvoering. We zijn ook in het Friese geweest. De meeste agrariërs zeggen, doe maar niet. Maar er waren er ook die zeiden van, nou ja, als het echte stevige pijlverhogingen zou kunnen voorkomen, dan zijn we misschien nog wel gematigd positief. Volgende. En dan ben ik klaar. Ja, dank Wim. Dan pak ik hem weer over. Dan ga ik nog even kort in op de verschillende natte teelten als derde maatregel. Derde type van maatregel. Nou ja, waarschijnlijk weet iedereen het hier wel, maar natte teelt is eigenlijk het telen van een gewas bij hoge waterpeil of soms in het water. Nou ja, wat eigenlijk opvallend is dat de haalbaarheid heel sterk per teelt verschilt. En dat, nou ja, dat het dus wel van belang is om het niet als containerbegrip te zien, maar toch zeker per teelt te bekijken. Nou, hieronder een aantal teelten die we mee hebben genomen in het onderzoek, die nou ja, eigenlijk gekozen op basis van dat er pilots gestart zijn in Nederland. Nou ja, Lisdodde, Cranberry, Veenmos, Azolla, Eendekroos, Riet en helemaal rechts nog Wilde Rijst. Nou, in het rapport hebben we nou ja, gekeken naar de factoren en alle teelten. En daar komt deze tabel uit als overzicht nou ja, met een soort kort door de bocht conclusie over hoeveel er van iedere factor per teelt bekend is. Nou, met veel vraagtekens betekent dat er nog veel vraagtekens zijn. Nou, de groene vinkjes betekent eigenlijk dat er nou ja, wel redelijk veel haalbaarheid is. En dat er over dat onderdeel nou, wel redelijk wat bekend is en het ook wel goed eruit ziet. En de O in het rood, dat is eigenlijk dat het vrij slecht haalbaar is. En dus nou ja, eigenlijk wel bekend, maar niet, nou, niet zo kansrijk is. Wat opvalt is dat er nou, in Nederland verschillende pilots zijn, maar dat die pilots vaak op kleine schaal zijn en dat er dus niet zoveel bekend is op ja, echt grote schaal of lange termijn. En dus ook niet zoveel agrarische ervaring of handleidingen voor zijn. Dus voor een agrariër is het nog wel ingewikkeld om hier ja, mee te beginnen, omdat er gewoon die kennis er nog niet is. En daar komt ook bij kijken dat ja, dat we vaak dan vragen van een veehouder om over te stappen naar akkerbouw. Nou ja, dat is natuurlijk niet zomaar iets en daar moet ja, veel nieuwe kennis over opgebouwd worden. Nou, over het algemeen is er veel bekend over Lisdodde, Cranberry en Riet en over de andere teelten wat minder. Lisdodde is ook een die je heel vaak hoort in nou ja, onderzoeken en naar natte teelten. Ik ga even alle factoren even snel langs. Als eerste aanplant en zaai. Nou, wat daar eigenlijk aan opvalt is dat er nou, best wel veel risico's nog zijn. En dat het vaak op kleine schaal wel kan. Maar dat het dan vaak heel arbeidsintensief is. En dat bijvoorbeeld nou ja, dat je veel handwerk moet doen. Dus het is nog maar de vraag hoe je dat dan op grote schaal gaat uitvoeren. Is dat nog uitgezocht? Het volgende deel is nou ja, dat je ook een opstarttermijn hebt van de teelten. Nou, bij Cranberry is die bijvoorbeeld erg lang. En daardoor wordt de haalbaarheid nou, sterk verlaagd. Want nou, je start dat op en je hebt dan eigenlijk 5 jaar bijna geen opbrengst. Nou ja, dat leidt tot een heel groot risico. Want als het dan niet lukt, nou ja, dan weet je dat pas na een hele tijd. En zo is ook van sommige pilots, ja, die zijn nog maar je hebt maar een korte doorlooptijd, dus dan is het nog lastig te zeggen hoe dat nou op de lange termijn werkt.
Nou, daarnaast moeten heel veel dingen veranderd worden aan het land en het watersysteem. En per teelt vraagt dat eigenlijk een specifieke inrichting. Wat bijvoorbeeld interessante vraag is van wil je eigenlijk wel afplaggen? Want soms voor listdodden en crabberry wordt dat vereist. Bijvoorbeeld ook omdat crabberry van zure grond houdt en je dus de nutriënten er eerst af wil halen. Maar past dat nog wel bij dat je eigenlijk de bodemdaling wil tegengaan? Want je plagt af. Dus dat zijn ook vragen die bedrijfstechniek raken, maar ook de algemene effectiviteit van de maatregelen. Een ander voorbeeld is Veemos. Die vraagt heel veel regenwater. En ook echt het hele jaar rond heeft hij dat nodig, want anders sterft het af. Nou, dat maakt het erg lastig om dat op sommige plekken uit te voeren. En dan moet je dus wel behoorlijk wat voor veranderen op je land. De andere is Eendercroos en Azolla. Daar is heel veel ervaring mee. Bijvoorbeeld in een bak. In een betonnen bak waarin je dat laat groeien. En het is dan nog onbekend hoe dat dan precies uitziet. Stel je doet dat op een veld of in een sloot. Daar is gewoon nog onvoldoende bekend over. Dan een stukje over hoe behoud je het op lange termijn. Dat is zeker ook iets wat voor de houdbaarheid van belang is. En dat is door de kortere pilots ook soms nog lastig te zeggen. Hoe werkt het nou over een aantal jaar? De eerste jaren kan het goed gaan, maar daarna kan je problemen krijgen. En dat komt bijvoorbeeld ook terug in onkruid en ziektes. Stel je maakt, je hebt deze teelt op hele grote schaal, dan kan het best zijn dat er meer ziektes of onkruid tevoorschijn komt dan nu in de pilots. Dat is eigenlijk nog onbekend. En bijvoorbeeld cranberry heeft op sommige plekken tot heel veel onkruid geleid. En het is nog niet bekend hoe je dat makkelijk kan voorkomen zonder heel veel arbeid daaraan te besteden. En een ander belangrijk punt is de bemesting. Heel veel van deze teelten worden voor uitmijning gebruikt. Dat betekent dus dat ze waarschijnlijk op lange termijn extra nutriënten nodig hebben om voldoende opbrengst te brengen. Dat is nog maar de vraag of dat de gewenste uitkomst is. En soms blijkt ook zelfs dat die bemesting tot extra broeikasgasuitstoot kan leiden. Dat is natuurlijk ook niet in lijn met waar je het voor doet. Een ander belangrijk punt waar we naar gekeken hebben is de oogstmethodiek. De grond is heel erg nat of het wordt zelfs in het water gegroeid, de teelt. En dat maakt het erg lastig om het te oogsten. En op kleine schaal gaat dat dan goed met kleine machines of handmatig. Maar op grote schaal is nog helemaal niet bekend hoe dat makkelijk kan gedaan worden. En er is zeker wel dat dat ontwikkeld kan worden, maar op dit moment is dat lang niet altijd bekend. En bijvoorbeeld Veemos is daar een opvallende in. En vooral in relatie tot de opbrengst. Veemos groeit heel langzaam, wordt wel vaak als een natte teelt genoemd, maar eigenlijk is daar bijna geen opbrengst van. Dus het is de vraag of je dat dan echt als een inkomstenbron vanuit natte teelt kan zien, omdat er eigenlijk geen oogst van afkomt. Een ander punt wat opvallend is, is de terugkeerbaarheid. Dat is ook van belang voor de bedrijfstechnische haalbaarheid, aangezien het voor een boer heel veel risico is als je niet meer terug kan naar wat je nu hebt. Dus bijvoorbeeld als je listdodders wil gaan telen, het is onduidelijk of je dan daarna weer, als het mislukt, toch weer terug kan gaan naar wat je eerder op je land had. Omdat de grond bijvoorbeeld helemaal uitgespoeld is. Floor? Ja, bijna klaar. Ja, fijn, dank je. Want de laatste, en dit is misschien wel de belangrijkste sheet, is over de eindproduct en het verkoopproces. Daar zie je nog heel veel vraagtekens staan ook. Voor cranberry en riet is het wel redelijk duidelijk. Dat zijn gewoon producten die al bestaan en gebruikt worden. Maar voor de andere producten is het heel onbekend hoe je dat op grote schaal af kan zetten. En of je daar genoeg geld mee kan verdienen. Dus dat is nog wel een erg belangrijk punt voor deze natte teelten. En vooral ook in relatie tot de betaalbaarheid. Is het echt wel een business case voor een agrariër? Of kan hij er niet genoeg geld mee verdienen ter vervanging van wat hij nu met zijn land doet? Dat is even korte samenvatting eigenlijk. Er zit nog veel meer dat er in het rapport terug te lezen is. En hier nog even de factoren. Dus Pumé, geef ik hem weer aan jou. Dankjewel Floor en Wim.
fijn. Helder verhaal. En ik zie ook al heel veel vragen in de chat voorbij komen die gelukkig ook al beantwoord worden. Gezien de tijd wil ik snel door, maar ik wil jullie vooral ook wijzen op het rapport. Dat is nu ondertussen te vinden op de STOA-site en op de NOPV-site. Er staat veel meer informatie in dan dat nu gepresenteerd is. Ik zie ook dat er heel veel gevraagd wordt over de achtergrond van maatregelen. Er zit ook een hele uitgebreide bronnenlijst in. Met verwijzingen naar allerlei onderzoeken. Ik zag gelukkig ook dat er al in de chat ook al verwezen werd naar een aantal onderzoeken. Volgens mij is het gros daarvan ook meegenomen, dus dat is goed om te weten. Dus maak daar vooral ook gebruik van. En ik zal aan het eind nog even iets zeggen over vervolgonderzoek wat er plaatsvindt. Dus, dan wil ik eigenlijk het woord geven aan Floris. Floris Verhagen is adviseur waterbeheer bij Royal Haskoning DHV. En hij heeft samen met zijn collega Mark de Weert en Roelof Westerhof van Orchidee hebben zij de inventarisatie voor betaalbaarheid uitgevoerd. En ik geef graag het woord aan Floris. Ja, dankjewel Pumé. Mijn scherm is hopelijk zichtbaar. Jazeker. Oké. Okay. Nou, betaalbaarheid van maatregelen, inderdaad uitgevoerd door het team zoals net ingeleid. En onze focus in het onderzoek was wat breder dan alleen het agrarisch bedrijf, wat vooral in de vorige presentatie naar voren kwam. Maar wij hebben ook gekeken naar de impact die dat heeft voor de verschillende overheden, omdat die ook te maken hebben met investeringen die ze doen en ook maatschappelijke baten. En daarnaast hebben we ook gekeken naar de relatie met de externe markt. Die is heel belangrijk voor de agrariërs, want die moeten hun producten af kunnen zetten. En tenslotte hebben we ook te maken met de buitenwereld. Dat zijn wij zelf eigenlijk, de maatschappij. Op een hele grote lijn eigenlijk de conclusie van het onderzoek. De vraag was, wat is er bekend en wat is er niet bekend? Wij hebben ook heel veel documenten gelezen, dus een conclusie is, er is al heel veel opgeschreven en in die zin is er heel veel bekend en is er ook heel veel gedestilleerd uit die onderzoeken en teruggekomen in ons rapport met kentallen en kennis over kosten en baten. Dus in die zin is er veel bekend. Echte kanttekening is, het is niet allemaal even goed vergelijkbaar. Situaties zijn heel verschillend. En een andere conclusie is, als het gaat om de baten, dan wordt het allemaal wat onzekerder. Het heeft met de toekomst te maken en dan is er nog zeker nog het nodige uit te zoeken. Nou, we hebben dit schema gemaakt om wat structuur aan te brengen in onze analyse. Dus in deze cirkel aan de linkerkant staat het agrarisch bedrijf. Die hebben aan de ene kant te maken met kosten die ze maken of investeringen die ze moeten doen. Dat staat aan de onderkant. En aan de bovenkant van de cirkel staan de kansen. Bijvoorbeeld de nieuwe teelten die net genoemd werden. Die leveren ook weer nieuwe baten op in de toekomst. Nou, daar hebben we ook naar gekeken. En eigenlijk hetzelfde hebben we gedaan voor de overheid. Die heeft te maken met investeringen die ze moeten doen in het watersysteem en de infrastructuur. Maar aan de andere kant staan daar tegenover baten die het landschap bijvoorbeeld geeft of het vastleggen van koolstof in de bodem. Nou, en deze hebben ook allemaal een relatie met elkaar, dus dat kan je niet los van elkaar zien. Dat ter inleiding en de conclusie op hoofdlijnen. En dan nu in wat meer detail, hoe ziet die cirkel dan eruit? Eerst maar even kijken naar de agrariër, dat is dus de linkerkant van de cirkel. En om dat goed te kunnen begrijpen, even wat context, meer achtergrondinformatie. Als we het hebben over een agrarisch bedrijf in het veenweidegebied, dan hebben we het al snel over een melkveebedrijf. Want dat is toch het overgrote deel van de agrarische activiteit in het veenweidegebied. Dus akkerbouw laat ik even achterwege. En een gemiddeld melkveebedrijf, een gemiddeld bedrijf bestaat natuurlijk niet, maar stel dat het bestaat, die heeft te maken toch met kleine marges. Dat wordt weergegeven in die grafiek daar rechtsonder. De opbrengst die komt uit de melk. Nou, de melkprijs die staat onder druk.
En die wil ook nog wel eens dalen. Aan de andere kant heeft het te maken met stijgende prijzen, vooral voor het inkoop van voer. Dat staat aan de onderkant van de grafiek. Dus de marge die overhoudt, die is beperkt. Een andere trend is hoge grondprijzen die we hebben in Nederland, zeker in het westen van het land. Dat zet aan tot intensiveren en een productiegroei. Dus meer koeien per hectare en ook meer melk per koe. Om uiteindelijk die investering van die hoge grondprijzen maar terug te kunnen verdienen. En een ander uitgangspunt is dat heel veel melk gaat naar een grote coöperatie, zoals bijvoorbeeld Campina. Conclusie is dus dat er weinig ruimte is en mogelijkheid om te investeren in maatregelen om te vernatten. En de andere optie om te extensiveren, dus juist de andere kant op te gaan, die is ook beperkt. Omdat voor de certificering van een biologisch bedrijf er maar beperkt ruimte is. De vraag naar biologische producten is relatief beperkt, in ieder geval kleiner dan de wens voor agrariërs om over te kunnen stappen. Dus daar zit ook een rem op. Dat als uitgangspositie en dan wat over kosten waar een boerenbedrijf tegenaan loopt. Eigenlijk de belangrijkste is de bovenste regel. Het verlies in opbrengst, wat ook in de vorige presentatie naar voren kwam. Als je gaat vernatten, dan heeft dat invloed op je opbrengst en dus ook direct op je inkomen. En er staat een brede range van 50 tot 900 euro per hectare per jaar. Ik hoorde net ook wel 1800 genoemd worden. En die range heeft heel erg te maken ook met de uitgangspositie. Dus zoals net gezegd, die 40 centimeter is een beetje een omslagpunt. Als je daaronder zit, dan maakt het minder uit en dan kom je meer aan de onderkant van de range uit. En naarmate het natter wordt en ook je meer gaat vernatten, dan worden die opbrengstverliezen steeds groter. Kosten voor drainage, die staan eronder, die zijn redelijk bekend. Onder waterdrainage moet je zo denken aan 2000 euro per hectare met een range daaromheen. Waar het onzekerder wordt, is ook de kosten voor het onderhoud. Dat is ook net toegelicht. Daar moet nog ervaring mee opgedaan worden en daar is wat minder over bekend. En als we kijken naar drukdrainage, dan moet je denken aan een ongeveer twee keer zo grote investering per hectare. Omdat er dan ook kosten gemaakt moeten worden om het water op te pompen en op de goede plek te krijgen. Ten slotte, bodemtechnische maatregelen, dat kwam net ook wel even aan de orde. Dan moet je aan hele andere bedragen denken en dit is wel een beetje een bovengrens. Dit is een voorbeeld van het opbrengen van slip op veen. In de veenkoloniën waarmee geëxperimenteerd wordt. En dan is het ook een meterslip, dus grote hoeveelheden. En dan kom je dus ook op hele grote getallen uit. Die mogelijk in de toekomst nog wel kleiner worden, omdat dit allemaal in de onderzoeks- en pilotfase zit. Dat over kosten waar de agrariër mee te maken krijgt. Een conclusie is dus die marges die zijn klein. En zeker als je te maken krijgt met grote opbrengstverliezen, dan moet je ook gaan kijken naar, kan ik dat compenseren met andere diensten om daar andere baten tegenover te zetten. Nou, grofweg zijn er dan drie smaken. Alternatieve energie gaan leveren en daar het land voor gebruiken. Ecosysteemdiensten leveren en daarvoor beloond worden. En de natte teelt. Nou, en ik behandel ze in omgekeerde volgorde. Natte teelten zijn al net ook toegelicht wat het zijn. En ook is uitgelegd dat er de nodige onzekerheden zitten aan de afzetkant van al die producten. En per product maakt het nog wel uit inderdaad van waar gebruik je het voor en is daar een markt voor. En om er eentje maar uit te halen, bijvoorbeeld die lisdodde, die kan gebruikt worden als isolatiemateriaal. Potentieel is daar een hele grote markt voor, omdat we in Nederland een hele grote bouwopgave hebben en 100.000 huizen moeten maken, die ook geïsoleerd moeten worden. De vraag is alleen, is zo'n product als lisdodde, kan dat concurreren met bestaande producten die nu op de markt zijn voor isolatie?
En als het opgeschaald wordt, ja, wat zal de prijs dan zijn? Dat weten we nog niet. Een andere inkomstenbron van natte teelten kunnen ecosysteemdiensten zijn. Dus behalve dat het een concreet nieuw product oplevert, levert het ook meer waarde op voor waterberging bijvoorbeeld. Of voor natuur. Nou, daar kunnen ook subsidies tegenaan gezet worden. De vraag is alleen, ja, wie gaat dat betalen en hoeveel geld is daarvoor beschikbaar? Daar is ook nog de nodige onzekerheid voor nodig. En conclusie is ja, dat die natte teelten nog een push nodig hebben. Dus er zijn stimuleringsregelingen voor nodig om het een stap verder te brengen van experimentele fase naar echt een concurrerend marktsysteem. Tweede blok is extensiveren. Dus in dit geval blijft de melkveehouder gewoon koeien houden, alleen minder. En de verdienmodellen zijn dan om onder een keurmerk te gaan werken, zodat hij meer geld krijgt voor zijn melk per liter. Maar zoals gezegd, de vraag daarom is nog beperkt. Dus het is niet zomaar mogelijk om onder die certificering te vallen. En een tweede inkomstenbron is gebruik maken van subsidies. Ter bevordering van nat graslandbeheer of weidevogels. Of, nou, er zijn nog veel meer regelingen. Maar de moeilijkheid hiervan is dat veel agrariërs dit toch zien als een soort van minderwaardige optie. Dus ze willen niet aan de subsidiekraan, ook omdat het deels onzeker is, omdat die subsidies wel zullen blijven bestaan in de toekomst. Maar vooral ook omdat ze het gevoel willen hebben dat ze ondernemer zijn en een concreet product willen maken. De laatste mogelijke inkomstenbron is energie. En dat is misschien wel de meest kansrijke, omdat er behalve een watertransitie ook een energietransitie gaande is. En daar zit veel geld achter. Dus er is plek nodig voor nieuwe windmolens, zonneweides. Maar hier zitten ook onzekerheden aan vast, zeker qua regelgeving. Dus dat komt misschien nog wel terug in de governance sessie die later gehouden wordt. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel vragen aan vast of we dat wel willen in het veenweidegebied. Omdat het juist mooi is, omdat het open is. En ja, dat wil je ook niet helemaal volzetten met zonnepanelen. Dan ga ik naar de maatschappijkant. Ook weer de kosten, de investeringen die nodig zijn als we niets doen. En aan de andere kant de mogelijke baten die het gebied oplevert voor cultuur, historie, natuur, landschap, et cetera. Nou, de kosten die zijn redelijk bekend. En als ik het over kosten heb, dan gaat het over het landelijk gebied. Dus in stedelijk gebied zijn die kosten nog veel groter. En die laat ik nu maar even achterwege. Door de voortgaande bodemdaling hebben we te maken met grote investeringen die nodig zijn in het waterbeheerssysteem. Dus waterkeringen moeten opgehoogd worden om de veiligheid te kunnen garanderen. Aanpassing van stuw is nodig en er moet steeds meer water uitgemalen worden. Dus er zijn ook investeringen nodig in pompgemalen. En nou, daar zijn ramingen over bekend en dan hebben we het over grote bedragen, de orde van 200 miljoen tot 2050. En die kosten die zijn niet helemaal gelijk verdeeld over het land. En die zijn vooral hoog voor gebieden die te maken hebben met grote verschillen in maaiveldaling, zoals bijvoorbeeld Friesland. En als we het over het wegbeheer hebben, dan hebben we het over nog grotere kosten, dus dan hebben we het zelfs over miljarden. Om de verzakkende wegen en fietspaden te kunnen blijven onderhouden en recht te kunnen houden. En het is ook bekend dat gemeentes in veengebieden daar dus veel meer kosten aan kwijt zijn dan gemeentes die op zand liggen. Nou, en de derde kostenpost, en dat is een beetje de vraag of je dat ziet als kosten of als baten, dat is de CO2-uitstoot. Op dit moment is er sprake van een uitstoot van 4-7 megaton per jaar CO2 in het Nederlandse veenweidegebied.
En als je dat om zou zetten naar CO2-emissierechten, ja, dan hebben we het ook over honderden miljoenen per jaar. Dus hier hebben we het ook over een potentieel grote post. En ook als we dat omrekenen naar de reductie van 1 megaton CO2 per jaar, dan hebben we het over grote bedragen. Ja, de vraag is dus, als we wat nader kijken naar die CO2, wie gaat dat uiteindelijk betalen? Dus als we gaan vernatten, levert dat potentieel een grote winst op in reductie van CO2-uitstoot. Alleen waar komt dat geld dan vandaan? Er bestaat een Europees systeem voor CO2-emissierechten. Maar dat is bedoeld voor grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld Tata Steel in Nederland. En dat is een apart marktsysteem, waarvan de prijzen overigens sterk stijgen de laatste tijd. Voor de Nederlandse situatie is het een kwestie van nog een vrijwillige markt, waarvoor een nationale koolstofmarkt in het leven is geroepen, om eigenlijk op eenzelfde manier certificaten uit te brengen, waardoor projecten gefinancierd kunnen worden om CO2-uitstoot te kunnen verminderen. Nou, een voorbeeld is project Volute voor Veen. Dat is door de provinciale milieufederaties als eerst in Friesland geïnitieerd. En het idee is dat agrariërs een vergoeding krijgen voor het nemen van maatregelen van vernatting van een perceel. Dus reductie en emissie van CO2. En de andere kant kan iedereen, dat kunnen particulieren zijn, maar dat zullen denk ik vooral gemeentes of bedrijven zijn, die CO2-neutraal willen werken, die kunnen zo'n certificaat kopen en daarmee dus de agrariër financieren om maatregelen te nemen. Nou, hier zitten ook nog wel veel onzekerheden in. Ten eerste wat die prijs wordt, dat is ook niet helemaal duidelijk. Die zit nou geloof ik ergens in de buurt van 70 euro per ton. En een andere onzekerheid is ook, komt er wel voldoende geld in de pot? Er zit nu 150.000 euro in de pot. En dat is eigenlijk een heel klein bedrag in vergelijking met het geld wat we nodig hebben om de opgave te realiseren. Nou, een mogelijke grote speler die zich er ook mee bemoeit is de Rabobank. Dat is eigenlijk een ontwikkeling van de laatste maanden. Die hebben een carbon bank in het leven geroepen. De focus vooral internationaal in eerste instantie in Afrika. Maar die willen ook in Nederland projecten gaan doen. En dan komen ze ongetwijfeld ook in het veenweidegebied terecht. En dat geeft mogelijk wel een push om dit op grotere schaal uit te gaan rollen. Floris, zou jij... Ja. Richting afronding kunnen of richting tempo iets op willen voeren? Ja, ik heb nog twee sheets, denk ik. Dus ik ben ook redelijk daaraan toe. Dank je wel. Dit is eigenlijk een samenvattende sheet. Waar het om gaat is, het is nodig om de kosten en baten integraal af te wegen. Dus al die aspecten die ik net genoemd heb, dat kan je doen in een maatschappelijke kosten-batenanalyse. En daar hebben we ook verschillende van op een rij gezet. Een conclusie is dat er ook vaak een verschillende aanpak in gekozen wordt. Dus in die zin zijn de resultaten niet goed onderling vergelijkbaar. De kosten die zijn wel redelijk bekend. Dus in grote lijnen de grote kosten gaan zitten in verminderde landbouwopbrengsten. Dus in het voorbeeld van Friesland is dat ongeveer de helft van de kosten. En er gaan veel kosten zitten in de aanpassing van het waterbeheer. Dat is redelijk duidelijk. Maar aan de batenkant, dan wordt het wat schimmiger. Er worden veel baten toegekend aan de verminderde CO2-uitstoot. Dat is het merendeel van de kosten. En de andere delen van de baten, die worden gevormd door vrij zachte baten. Zoals bijvoorbeeld de cultuurhistorie, of het landschap, of de natuur. De vraag is, ja, hoe waardeer je dat nou? Dat is lastig. Andere lastige punten zijn, het gaat om grote gebieden. Dus dat maakt de analyse moeilijk. En het gaat ook over lange tijdstermijnen. Dus dat geeft ook de nodige onzekerheid. Dan,
als laatste het goede nieuws, mijn laatste sheet. Er is wel veel geld beschikbaar. Dus ik zal het niet allemaal in detail langslopen. Maar vanuit Europa is er geld vanuit het GLB beschikbaar voor vergroening. Dus dat geeft kansen. Vanuit het Rijk zijn er heel veel potjes beschikbaar. Dat is allemaal uitgebreid beschreven in het rapport. En deel van het geld wordt ook weer doorgeschoven naar provincie en waterschap. Dus er ligt het nodige. Alleen, het is nog niet genoeg uiteindelijk om alle doelstellingen te kunnen realiseren. De schatkist met het goud is nog niet langsgekomen. En is nog het nodige werk te doen. Dat was mijn laatste opmerking en inleiding tot discussie. Dankjewel, Floris. Nou, er is al een levendige discussie aan de gang in de chat. Okay. Dus het meeste is ook al gelukkig beantwoord. Van Luther van Veen wordt nog wat meer over doorgesproken. Misschien is het ook hier wel goed om te melden dat, ook gezien de tijd, wil ik het jullie vooral verwijzen ook naar de rapporten. Ik meen me te herinneren dat de bronnenlijst van jullie meer dan 100 rapporten bevat, Floris. Dus dat is goed even om te weten dat dat daar meer informatie staat. En misschien nog heel even, Swaan, zou je deze slide nog heel even weg kunnen laten? Want dan kan ik toch even naar wat gezichten kijken. wat misschien ook goed te melden is nog, is ik kan me voorstellen dat jullie, ik zie heel veel vragen voorbij komen in de chat, die vragen over het type maatregel, allerlei onderzoeksresultaatgerichte vragen. Goed om te vertellen dat het klimaatprogramma, het Veeweideprogramma, ook bezig is met een innovatieprogramma om ook die maatregelen verder te onderzoeken op al deze aspecten. Wij hebben binnen het Nationaal Onderzoeksprogramma, binnen het broeikasgasprogramma, eigenlijk een uitstapje gemaakt, deze inventarisaties gedaan, opgeleverd en eigenlijk als een pakketje weer overgedragen aan het Veeweideprogramma, met het vriendelijke verzoek daar iets mee te doen. En er komt een innovatieprogramma die zich veel meer richt vanuit de maatregelen. Wij hebben thematisch gekeken. Zometeen komt vanuit de maatregelen komen daar, komt daar drie innovatieprogramma's op. Dus op die waterinfiltratiesystemen, op die bodemmaatregelen, zoals weer Kleinveen en op die natte teelten. En daar wordt dus dwars door al deze thema's heen aanvullend onderzoek op gedaan. Nou, dat bestaat nog niet, maar dat zal de komende tijd opgezet worden. En wij gaan ervan uit dat in de loop van dit jaar daar invulling aan wordt gegeven. Nou, verder, als je voor heel veel details, wij zijn de rapporten en de achterliggende rapporten in de bronnen. Tot slot, is het ook goed om te weten, wil je überhaupt op de hoogte blijven van allerlei ontwikkelingen rondom het NOWV? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief op de website. Via de website. Swaan, mag ik nu wel de laatste slide? Sorry. Dank je. In de chat staat het ook al even waar je de rapportages kan vinden. Ze zijn zeker de moeite waard. Het zijn niet hele dikke rapporten. Ze zijn heel goed leesbaar. En het is een schat aan informatie. Dat blijf ik maar benadrukken. Dus ben je nieuwsgierig geworden naar vandaag? Ik ga vooral even naar die studies kijken. Ik wil jullie allen heel erg bedanken voor jullie tijd en energie. Ik wil de sprekers, Floris en Wim, ook heel erg bedanken. En natuurlijk alle collega's die daarbij geholpen hebben bij de studies. En ik wil jullie graag uitnodigen voor de volgende webinars. In elk geval komende dinsdag gaan we verder in op waterkwantiteit en waterbeheer. Ik zag al diverse vragen over biodiversiteit en bodemkwaliteit voorbij komen. Nou, die komt ook 2 juni. Dan de 25 mei is het Acacia Water en Deltares die hier iets over vertellen. 2 juni hebben we het Louis Bolk Instituut aan tafel. En op 9 juni gaat het over governance. En met name ook, en dan ook op specifiek ingaan we in op pijlbeheer. En dat is Simon Troost en Peter de Putter. En tussendoor op 7 juni hebben we ook nog de deelexpeditie broeikasgassen. Dan gaan we het wel weer over broeikasgassen hebben. Dus daar zijn jullie allemaal van harte welkom voor. U kunt u daarvoor aanmelden. En via de website. Dan rest mij jullie te bedanken. En tot komende dinsdag hopelijk.